Wees hartelijk welkom. Nu God ons tot deze dag heeft gebracht, willen wij hem samen danken. Mag het voor ons allen een gezegende dienst worden. Monseigneur Tuny zal ons voorgaan in deze viering. Wij openen met het themalied van ons jubeljaar, Wat de toekomst brengen mogen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u. En met uw geest. Mag ik u namens de dochters van Maria onbevlekt ontvangen? Van harte welkom heten. Vandaag vieren wij dat de congregatie 90 jaar bestaat. Met als thema wat de toekomst brengen mogen, ons geleid des Heren hand. En we doen dat op 11 februari, het feest van onze lieve vrouw van Lourdes, die in het jaar 1858 verscheen de onbevlekte maagd Maria in de grot van Massabielle bij Lourdes aan Bernadette Soubirous.
niet het historische feit van de verschijning wordt liturgisch gevierd, maar de persoon van Maria, die door dit eenvoudig meisje zondaars tot bekering roept en in de kerk nieuwe bezieling wekt voor gebed en naaste liefde, vooral ten dienste van zieken en noodlijdenden. En om deze Eucharistie goed te kunnen vieren, want u was erg druk voor de dienst met elkaar aan het babbelen, de katholieke traditie is dat wij in stilte in de kerk aanwezig zijn bij God. We vragen dan dat het stil wordt in ons hart, in ons hoofd, en dat we bij God aanwezig kunnen zijn. En we belijden onze zonden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maar, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Yeah.
Laat ons bidden. God onze Vader, vandaag herdenken wij dat de congregatie van de dochters van Maria onbevlekt ontvangen 90 jaar geleden is gesticht. Gij hebt hen de zending toevertrouwd om zich in te zetten voor uw rijk van liefde. Vervuld met grote dankbaarheid zien wij terug naar de afgelopen periode waarin gij hen hebt geleid met uw licht en liefde. Wij bidden u, maak in ons en de geassocieerde leden een nieuw begin voor de toekomst, waar mensen mogen delen in de vreugde van uw beloften. Dat vragen wij u door onze Heer, die met de Heilige Geest leeft en leven geeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Daar aangekomen gingen ze naar de bovenzaal waar ze verblijf hielden, Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, zoon van Alfeus, Simon de ijveraar en Judas de broer van Jacobus. Zij allen bleven eensgezind voor harten in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeder. Zo spreekt de Heer. Oh, Father, have mercy.
Heer zij met u. En met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd, terwijl Jezus tot het volk sprak, gebeurde het dat zijn moeder en zijn broeders buiten stonden om te trachten hem te spreken. Iemand kwam hem zeggen: uw moeder en uw broeders staan daar buiten en willen u spreken. Maar hij antwoordde aan degene die hem dit kwam zeggen: wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broeders? En met een gebaar naar zijn leerlingen zei hij: zie daar, mijn moeder en mijn broeders. Want mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil volbrengen van mijn Vader die in de hemel is. Woord van de Heer. Dierbare zusters, dochters van Maria, geassocieerde leden en alle vrienden van de congregatie. Maanden geleden is zuster Judith mij gevraagd voor de dienst op 11 februari. En ook toen had ze al in haar hoofd wat het thema zou zijn, wat de toekomst brengen mogen. En dan is de tekst van het lied veranderd en in plaats van mij, dus ik zeg, ons geleid des Heeren hand. En omdat ik dat lied vaak bij begrafenissen zing, en hoor zingen, ging mijn eerste gedachte uit naar een tak in de pastoraal, Ars Moriendi. Dat is de kunst om te sterven. En daar is een heel uitgebreide literatuur over, dat je dus een goede dood sterft, dat je daarop voorbereidt, jezelf verzoent met God en met je medemens, en dat je de verleidingen van wanhoop weet te weerstaan en de verleiding van willen vasthouden aan dingen leren loslaten. En dat je vooral de strijd tussen hoogmoed en nederigheid, dat je die aandurft. Maar toen ik er 2 dagen geleden weer sprak en haar vroeg zo wat de toekomst brengen mogen, wat verwacht u van de toekomst, zuster? Ze keek me een beetje aan en zei: verwacht u postulanten en novice? Ja, ze zei: ja, maar natuurlijk.
Ik schrok daar een beetje van. Ja, laten we zeggen, ik schrok daar hevig van. Zoals Maria. Maar ze zei, ja, ik heb een droom en een visioen gehad. Waar het klooster weer vol is. Dat is een prachtig visioen op je 90ste. Want ook Abraham, die had gehoord dat zijn nageslacht zo sterk, zo groot zou zijn als de sterren aan de hemel en de zandkorrels aan het strand. En hij was al hoog bejaard. En Sarah ook. En toch ging Gods belofte in vervulling. Dus wat het Oude Testament betreft is de volle support. En ook wat het Nieuwe Testament betreft heeft zij volle support. Omdat we allemaal het verhaal kennen van Zacharias en Elisabeth. En zij mogen dan de grote voorloper van Jezus ter wereld brengen, hoewel zij hoog bejaard waren. En ook niet alleen support van het Oude Testament en Nieuwe Testament, maar de kerk in haar wijsheid heeft ook bepaald dat de congregatie 100 jaar blijft bestaan na de dood van de laatste congregatielid. Ja, want we weten allemaal dat er zaden in de grond zijn. En zeker door de dochters van Maria zijn er veel zaden in de grond gezet. En misschien zijn ze overhoekerd. Of misschien zijn ze op een plek gevallen waar de regen niet doordringt. En de zon niet. Maar ze hoeven maar opgeruimd te worden en ze kunnen weer groeien en weelderig gaan bloeien. En hoewel er veel literatuur is over de ars moriendi, dus hoe je goede dood moet sterven, als je het googelt bij Wikipedia, dan zie je dat de tegenhanger ars vivendi, dat er daarover nog niets geschreven is. En Wikipedia nodigt je dan uit om als eerste te schrijven over de ars vivendi, de kunst van het leven. Ik denk, zuster Judith, zuster Angel en u allen die horen tot de geassocieerde leden, en allen die enige aspiratie hebben om tot de dochters van Maria te gaan behoren, dat de kunst van het leven echt gevonden kan worden in de synodale weg. Dat is dus samen op weg gaan om gemeenschap te vormen waar iedereen participeert en waar we duidelijk een missie hebben in de wereld. En jullie missie is heel duidelijk de liefde van God uitdragen in deze wereld. En de synodale weg nodigt vooral uit dat wij luisteren. Op de eerste plaats naar God. Wat wil God nu van ons? En ik zal binnenkort in een brief aan alle congregaties in ons bisdom vragen van wat wil de congregatie, wat wil de God van de congregatie nu in Suriname? Hoe ziet u de toekomst? En de grote filosoof Martin Heidegger
die heeft gezegd dat de mens eigenlijk dat de dood zijn grootste mogelijkheid is. Want wij zijn mensen die leven op weg naar morgen. We zijn voortdurend onderweg naar morgen. Je kent dat lied toch? Een heel mooie tekst. En onze grootste mogelijkheid is de dood. Dat wij onze dood sterven. En om onze dood te sterven, moeten wij ons leven kiezen. Moeten wij beslissen hoe wij ons leven willen leven. Want we leven vaak zoals de wereld wil dat wij leven. De mode dicteert. Hoe wij ons kleden en dat zie je mensen voor buren zo. Jurk naar beneden trekken. En of met dure gescheurde broeken op een fietsje komen. Dat mensen leven zoals de wereld wil. En niet zozeer wat God van ons vraagt. Tegenwoordig, als je een jong persoon zou vragen, wat wil je worden, dan zou je zeggen, ik. Niemand zal zo vlug zeggen, wat de toekomst brengen mogen, mijn geleid des Heerens hand. Dat ik mijn leven leg in Gods hand. De synodale weg is een weg van luisteren naar wat God van de dochters van Maria vraagt vandaag in Suriname. Want ook dezelfde filosoof had gezegd dat ons leven, ons bewustzijn, is altijd in de wereld zijn. En wij zijn in de wereld van Suriname. In een wereld van grote verschillen tussen arm en rijk. Van een grote diversiteit aan etnische groepen en godsdiensten. Dat is onze wereld. En in die wereld moeten wij onze keuzes maken om authentiek te leven. En de weg die congregaties normaal gaan, is dat zij elk jaar van tijd tot tijd kapitel houden. Ik denk dat het lang niet gebeurd is, maar het moet niet zo moeilijk zijn, want we zijn met twee een paar geassocieerde leden en één bisschop, dus het moet niet zo moeilijk zijn om met elkaar in dialoog te gaan. Want dat hebben ze altijd gedaan. Om de congregatie bij de tijd te brengen. Dat heeft de kerk altijd gedaan. Toen ze moesten beslissen, moest je besneden zijn of niet besneden zijn om christen te zijn. Moest je varkensvlees eten of moest dat niet gebeuren. De kerk is altijd bijeen geweest om te praten. En de paus zegt, ja, luisteren jullie naar wat de geest zegt, want de geest kan heel onverwachte dingen zeggen, waarnaar je moet luisteren. En als u uw droom, uw visie wil verwezenlijken, en u bent geen onbemiddelde congregatie, dus waarom zou je wachten tot je dood bent? Ik mag dat geld gaan uitgeven. Je kan kapitel houden en vragen, wel, moet je celibatair zijn om tot de dochters van Maria te behoren? Moet het een eeuwige gelofte zijn om tot de dochters
van Maria te horen. We leven in een wereld waar mensen amper kunnen beslissen over morgen en overmorgen. En wij vragen wel een hele levenslange commitment. En zouden die mensen jouw zuster niet zijn, als ze niet celibatair zijn, als ze schuld zijn, of alleengaande, of voor een jaar of voor 5 jaar, zich committeren aan jullie idealen? Het antwoord, denk ik, vind je in het evangelie waar Jezus zegt, wanneer zij vragen, je moeder en je broeders zoeken, hij zegt, wie zijn mijn moeders? En wie zijn mijn zusters? En wie zijn mijn broeders? Zijn zij die de wil van de Vader volbrengen. Als je die mensen om je heen kan krijgen, die niet alleen maar praten over het evangelie, maar het evangelie doen, dan denk ik dat jouw visioen echt kan gaan worden een werkelijkheid. Dat zijn de zaden die verborgen liggen van goedheid die de zusters ooit geplant hebben. Want onze toekomst ligt altijd ook verborgen in het verleden. We zijn nooit een onbeschreven blad. We dragen die geschiedenis van de Joods-christelijke traditie mee. We dragen die traditie van de zusters van Paramaribo mee. Maar we kunnen authentieke keuzes blijven maken. Bijvoorbeeld hoe wij de gelofte van de armoede beleven. Hoe wij volledig vertrouwen op Gods voorzienigheid om voor te gaan. En we hebben het grote voorbeeld van Maria. Ook voor haar was die toekomst niet helemaal duidelijk. Maar ze bewaarde dat alles in haar hart. En ze overwoog dat alles in haar hart. En ze bleef trouw aan haar zoon tot onder het kruis. Zodat ze ook weer daar kon zijn toen de kerk geboren zou worden. En de kerk kon geboren worden doordat ze samen waren in gebed. Grootste novene. De eerste lezing die wij gehoord hebben. Waarin wij door gebed ons stilmaken, zodat de Heilige Geest kan doorbreken. En de Heilige Geest alle angst voor de toekomst kan wegnemen. Alle onzekerheid over die toekomst kan wegnemen. Zodat timide mensen als jullie, als Angel, ja, als Petrus kunnen gaan verkondigen, weet je, en die dag kwamen de 3000 erbij. Dat is de droom die je gehad hebt en laten wij de synodale weg gaan om die droom waar te maken. Dat betekent dat er duidelijke stappen gezet moeten worden die die droom werkelijkheid zullen maken. Laat de Geest van God
tot jullie hart spreken. Dan zal de toekomst zijn niet een willekeurig iets dat op je afkomt, want toekomst, zoals Heidegger het uitlegt, is jij gaat er naartoe en het komt naar jou toe. En wat de toekomst is, is wat jou toekomt. Mogen God jullie dat geluk schenken. Dat jullie krijgen wat jullie toekomt. Amen. We belijden ons geloof. Ik geloof in God de Vader. Laat ons bidden. God roept ons op tot een leven van dienstbaarheid en zelfvergeten liefde. Laat ons daarom bidden. Voor de kerk in ons land, dat zij een zichtbaar teken is van de eenheid en de vrede en de liefde van God. Laten wij bidden. Voor ons land Suriname en voor de wereld die in de griep zit van de coronapandemie, dat het voor ieder een menselijke samenleving mag worden, van wederzijds vertrouwen en solidariteit, dat er tot het uiterste gewerkt wordt om vrede terug te vinden. Laten wij bidden. Heer, voor priesters, religieuzen en allen die zich aan God hebben toegewezen, dat een verbondenheid met de Heer en een totale inzet vruchtbaar zijn voor ons bisdom en de samenleving. Dat zij steeds dichter bij de mensen komen en hen laten delen in de vreugde van Gods belofte. Laten wij bidden. Voor de armen, de zieken, in het bijzonder Magistrincha, en de noodlijdende, dat zij vreugde mogen vinden in hun verbondenheid met Christus en steun en troost ervaren van liefdevolle mensen in hun omgeving. Laten wij bidden. Voor de overleden, zusters en geassocieerde leden van de congregatie, familieleden en vrienden, dat wat zij geleefd en gedaan hebben, een goede mag komen aan de congregatie. Dat zij mogen genieten de vreugde en de vrede van het Vaderhuis. Laten wij bidden. Heer onze God, dit alles leggen wij voor u. En nog zoveel vragen en voorbeden komen op in ons hart. Gij zult ons verstaan.
Gij weet dat wij slechts willen bidden om uw koninkrijk, om vrede en om waarheid voor allen. En dat in alle tijden van ons leven en van de dag tot dag uw wil aan ons geschieden zal. Dat vragen wij u door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Zusters en broeders, dat mijn en uw offer door God aanvaard kan worden. Mogen wij het offer door hem aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heerlijke. Laat ons bidden. Heer, laat uw enige geboren Zoon ons in zijn mensenliefde te hulp komen,
Bij zijn geboorte op aarde heeft hij de maagdelijkheid van zijn moeder niet geschonden, maar geheiligd. Mogen hij ons nu van onze schuld ontslaan, zodat deze offergave voor u aanvaardbaar worden door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid. En om heil en genezing te vinden, zullen wij uw lof verkondigen voor de uitverkiezing van uw heiligen. Op deze feestdag van de heilige maagd Maria, eren wij u met de woorden van haar lofzang. Want voor heel de aarde hebt gij grote daden verricht en alle volkeren uw barmhartigheid getoond, toen gij welwillend hebt neergezien op de kleinheid van uw dienstmaagd en haar hebt verheven tot moeder van onze Verlosser, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, door wie de engelen die eeuwig staan voor uw troon, u vol vreugde aanbidden, Koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u, en dat ook onze hulde wordt gehoord, als voor uw troon dit lied wordt aangeheven. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid, heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het, gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neem en eet hiervan gij allen. Want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd op de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neem deze beker en drink hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en velen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. Zijn dood en verrijzenis indachtig God bieden wij u aan,
het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Franciscus, onze paus, met mij, uw onwaardige dienaar, met Wilhelmus, onze bisschop emeritus, met Gabriel, die benoemd is tot aartsbisschop van Sint Lucia, en Alain, bisschop van Cayenne, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Bedenk onze zusters, die gij uit deze wereld geroepen hebt. Nemen wij een ogenblik in stilte om te bidden voor de zusters en de geassocieerde leden die ons zijn voorgegaan in de dood. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij nu te bidden. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, vooral COVID-19. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alles wat ons onrustig maakt, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Amen.
Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, wie is mijn broeder? Wie is mijn zuster? Wie is mijn moeder? Degene die de wil doen van mijn vader, die zijn mijn broeders, mijn zusters, mijn moeders. En zo, wanneer wij Gods wil vervullen, kunnen wij de vrede op aarde vestigen. De vrede die de wereld niet kan geven. De vrede des Heren zij altijd met u. En met u. Wenst elkaar vrede. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld.
Thank you.
De communutekst is naar Lucas hoofdstuk 11, vers 27. Gelukkig de schoot van de maagd Maria, die de zoon van de eeuwige vader heeft mogen dragen. Laat ons bidden. Heer, nu wij deel mogen hebben aan uw hemelse gaven, roepen wij uw goedheid in en vragen u, schenk ons bij deze blijde viering van de heilige maagd Maria de genade om haar na te volgen en trouwe dienaars te zijn van het mysterie van onze verlossing door Christus onze Heer. Neemt u plaats. Eerwaarde Monseigneur, broeders en zusters, toen wij als congregatie, zuster Aisel, ik, Florence, Jacinta, Agnes, toen ook nog zuster Henna, in 2021 begonnen om na te denken over het 90-jarige bestaan van de congregatie, leek deze dag nog zo ver weg. Vandaag is het dan zo ver. 10 jaar geleden, bij het 80-jarig bestaan, was het onder andere omstandigheden. Toen waren de zusters Cecilia, Gertrudes, Celine en Lucia er nog bij. Toen de congregatie in 1932 werd gesticht door Monseigneur van Roosmalen, u zult zien, de twee kunstenaressen hebben haar zo prachtig daar geplaatst. En moeder Celeste ook, moeder Celeste van den Oudenland. Had niemand kunnen voorzien dat we na 80 jaren, 90 jaren, er zo zouden voorstaan. Maar ons thema, naar deze dag toe, heeft mij erg bezig gehouden totdat ik een droom heb gehad. Maar als je die droom, dan wordt het nooit werkelijkheid. U kent dat lied toch? Uw droom wordt werkelijkheid. Als je koopt, dan wordt je droom werkelijkheid. Als je niet koopt, als je niet droomt, kan het nooit werkelijkheid worden. Wat de toekomst brengen mogen, ons geleid des Heren hand. Voor die toekomst hebben wij geen precieze woorden. Maar alleen het vertrouwen dat God het beste met onze congregatie voor heeft. Als religieuzen en geassocieerde leden blijven we openstaan voor wat God met ons voor heeft. Soms raak je als mens ontmoedigd, maar dan komt er toch weer een sprankje hoop en komt de gedachte, dit is geen mensenwerk. Als we deze 90 jaren in oogenschouw nemen, dan mogen we God dankbaar zijn dat Hij door de zusters zoveel heeft gerealiseerd. Er zijn jaren van succes geweest, jaren van slagen, jaren van ups, maar ook perioden van vallen en falen. Maar door dit alles heen heeft God ons vastgehouden. Als we denken aan de plaatsen waar de zusters hun krachten hebben gegeven, Rosa, Kombe, Schietbaanweg, Gravenstraat, Waldeck, Albina, Nason, Campina Grandi, Beling. Nu we gering zijn geworden in aantal, willen we met Gods hulp toch nog invulling geven aan de aanwezigheid van de congregatie. Alleen zullen we dat niet kunnen, maar uw gebed en uw suggesties zullen ons helpen. Op deze dag willen we allen bedanken die ons in deze 90 jaren nabij zijn geweest en die ons blijven schragen en dragen met hun gebed. De zusters die ons zijn voorgegaan, gedenken wij in liefde, ook de geassocieerde leden. Samen hebben wij een stuk van de weg met hen afgelegd. Maar Monseigneur Sigem, Monseigneur Tjoene heeft het ook herhaald,
dat de congregatie nog 100 jaar nadat het laatste lid is gestorven, recht heeft op bestaan. Dus we hoeven niet te twijfelen dat het goed gaat komen. Daarom vertrouwen wij het verleden toe aan Gods genade, het heden aan Gods liefde en de toekomst aan Gods voorzienigheid. Dus we vertrouwen het verleden toe aan Gods genade, het heden aan Gods liefde en de toekomst aan Gods voorzienigheid. De moeder van de congregatie, onze lieve vrouw, onbevlekt ontvangen, zal ons hierbij helpen. En ik dank u. En op deze dag heb ik toch een speciale dank uit te brengen aan Monseigneur die met ons meegaat. Hij helpt ons waar hij kan. Hij kan ook niet alles doen, maar gelukkig dat het zo'n bisschop is dat hij altijd bereid is om naar ons te luisteren. Dus dat geeft ons alvast een krakker. Dus we mogen altijd op de bisschop rekenen. Ik wil de mensen ook bedanken, onze buurvrouwen. Ze hebben ons zo geweldig geholpen. Dank u wel, hoor, zusters. Want ik zat vandaag een beetje, hoe ga ik het verder doen? Kijk, ze hebben ons met zoveel geholpen. De mooie kleden van het altaar. De rekening moet nog komen. En we zijn bereid om te betalen, hoor. En ik wil ook de twee kunstenaressen. Dat zijn zuster Riet Klerks en zuster Agnes Revos bedanken. Deze twee vrouwen zijn architecten. Ik weet niet waar ze in deze tijd zulke prachtige bloemen zijn gaan zoeken. Ik geloof, het is een gouden regen. No? En dan moesten ze weten van de echte gouden regen hebben ze gezocht. En ze hebben zo de kapel zo mooi gemaakt. Toen ik binnenkwam in de kapel, herkende ik het huis bijna niet meer. Heel hartelijk bedankt, hoor, zusters. Ja, een applaus voor ze. We zijn heel erg dankbaar dat u dit voor ons heeft willen doen. En u weet, in december hebben we een van onze geassocieerde leden, zuster Henna, moeten toevertrouwen in Gods barmhartigheid. Ze is ons voorgegaan in de dood. Maar ze was zo betrokken, zo nauw betrokken bij onze congregatie, dat ze toch hier aanwezig is. Als u op het altaar kijkt, zult u een kalebas zien uit onze tuin. Ik heb deze boom zelf geplant. En haar dochter Tanu is gekomen en kijk wat een prachtig kunstwerk ze heeft gemaakt. Om te zeggen, ze is hier bij ons aanwezig. En ze is heen gegaan, maar met de gedachte aan de congregatie. Ze heeft gezegd dat alle donaties die gegeven zijn bij haar uitvaart aan de congregatie moet toekomen. Daarom wil ik Tanu en de anderen uitnodigen om ons dan dit bedrag symbolisch over te dragen. Mag ik jullie uitnodigen? Van mijn en zuster Henna Manishan, geassocieerd lid van de congregatie, die 2 maanden geleden teruggeroepen is naar het huis van de Heer. Zoals zuster Judith zei, het was mama's wens dat de donaties rondom haar overlijden en haar uitvaart geschonken zouden worden aan de congregatie. En het is met trots en voldoening dat wij vandaag symbolisch deze cheque ter waarde van 11.208 SRD en 50 cent mogen overhandigen aan zuster Judith. Wij vertrouwen erop dat dit bedrag zal helpen om het mooie werk van de congregatie voort te zetten. Mogen de heren jullie zegenen, jullie inzicht geven, gezondheid geven. Om verder te gaan. Dank u. Dank u wel. Geef het een applaus. En ik zal het dan in ontvangst nemen en de penningmeester zal later kijken hoe we dat zullen doen.
Maar wie eenmaal lid is geweest van deze congregaties, we vergeten ze niet, zuster Agnes Merton, gelukkig in feite is met de dokter hier. En jullie zijn ook samengekomen. We blijven verbonden met elkaar, al zien we elkaar niet elke dag. Maar weet dat uw moeder, uw beide moeder, een waardige plaats heeft in ons hart en in onze congregatie. Dank u wel. Na de zegen en de zending, dan de zending en de zegen, wil ik u vragen om met ons mee te gaan naar het prieeltje. Het prieeltje heet Kova da Iria. En dat is een baby van zuster Henna en pater Noordermeer. Ze hebben samen eraan gewerkt en het staat er nog. Samen hebben ze veel tijd eraan besteed. En het is voor ons, voor de bejaarden, voor het internaat, dat we samen kunnen komen als er iets is. En pater Noordermeer heeft het zodanig gemaakt dat het lijkt alsof het elke dag kerstfeest is. Zo mooi is het. Dus u bent uitgenodigd. Mag ik ons u dan vragen voor de zegen? De Heer zij met u. U antwoordt amen op de zegenbede. God, die door de Zoon van de Heilige Maagd Maria in zijn goedheid de mensen heeft willen verlossen, mogen u zijn rijke zegen verlenen. Amen. Mogen u altijd en overal de bescherming ondervinden van haar die u de gever van het leven schonk. Amen. Mogen u, die op deze dag zijt samengekomen om vol toewijding haar feest te vieren, heengaan vervuld van geestelijke blijdschap en in het bezit van Gods genade gaven. Amen. Zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat u heen in vrede. Amen.